die dan morgen de finale gaan zwemmen. En ik stel u voor, op baan 1, lane 1, de man met een zeer uitgebreide naam. Crox Ernesto Acuña Rodriguez van Adelson Silva. U mag applaudisseren voor deze man. Op baan 2, de Nederlandse kampioen 50 meter vrije slag. Vanmorgen uitstekend op dreef van het NTC Eindhoven, Jasper van Mierlo. Op baan 3, van het ADN Swim Project, lane 3, Mikhail Polishuk. Op baan 4, lane 4, Olympiakos uit Griekenland, from Greece, Christos Katrantzis. Op baan 5, lane 5, ADN Swim Project, Sergej Fetsikov. Baan 6, van het RTC Eindhoven. Hij won een medaille bij de Europese jeugdkampioenschappen vorig jaar in Poznan. Heeft zich geplaatst voor de EEK in Dordrecht en ook voor de Jos in China. Kyle Stoke. Baan 7, lane 7, from Team Denmark, Daniel Skaning. En op baan 8, lane 8, from Austria, Christian Cherubel. Take your marks. Eerste halve finale 100 meter vrije slag morgen. Uit mijn hoofd het programma, de finale heren 100 meter vrije slag. En we gaan kijken welke 8 zwemmers zich daarvoor gaan plaatsen. Sergej Fetsikov in deze halve finale met een persoonlijke tijd 48.43. Dat is zijn snelste tijd. Hij zwom vanmorgen 50.03. En keert hier nu als eerste 24.07. En zij komen hard terug naar de finish. Deze heren liggen zij aan zij. In mijn optiek een lichte voorsprong voor de zwemmer in baan 4. Maar we moeten niet onderschatten de zwemmer in baan 2. Jasper van Mierlo, houdt hij het vol in deze afstand. Hij wordt voorbij gezwommen. En we zien hier als eerste aantikken Christos Katrantzis, 49.61. En kijk eens, wat een prachtig nieuw persoonlijk record voor Jasper van Mierlo. Ik vind dat dat een applaus verdient. Jasper van Mierlo. Hij zwemt een mooie tweede tijd. En de derde tijd voor Sergej Fetsikov. 50-30. Wacht even tot de uitslagen officieel zijn. Die zien we nu in de volgorde op het bord staan. Dit zijn de eerste tijden van de 100 meter vrije slag. Eerste halve finale. En daarmee eist Kyle Stolk toch weer de aandacht. Opnieuw een limiet voor de EJK en de Jeugd Olympische Spelen. Dat zijn natuurlijk mooie tijden. Natuurlijk dan ook een applaus. Kyle Stolk! De tweede halve.